Oké, ik heb mij net gedoucht. Het is de avond voor we vertrekken. We zijn Jeroetje gaan afzetten bij mijn ouders, Arnet. Het is ondertussen al 10:30 s'avonds. Ik heb net mijn haar nog gewassen, want dat moest wel echt nog gebeuren. Eigenlijk had ik dat gisteren al moeten doen, maar dan heb ik er geen zin in. Dus heb ik het nu nog even gedaan, want wij worden deze nacht al om 3:30 opgepikt. Dus niet echt het uur om ervoor mijn haar nog te gaan wassen. Maar ja, we hebben er net ook onze baggies nog ingeladen. Zal ik direct even laten zien. Voilà, dus onze baggies is toch niet compleet. Er moet nog wel het een en ander mee bij in. Maar ja, bijna klaar om te vertrekken. Hoi allemaal, we zijn de eerste dag 's avonds. Ik ben op onze kamer, ik heb mij al ontschminkt, ingesmeerd met After Sun, want dat was ook wel een beetje nodig. En ik ben op onze kamer, ik ga nog een beetje lezen, want ik ben super super moe. Ik heb ook niet meer geslapen sinds wij deze ochtend om 3:00 zijn wakker geworden. Dus ik had echt gewoon zin om in bedje te kruipen. Ik ga dat ook direct doen. Het is nu 9:30. Ik heb al een beetje gelezen. En ik denk dat ik misschien nog een klein stukje ga lezen en dan gewoon echt mijn ogen ga doen. Want ik ben stiek kapot. Ik denk dat je dat ook wel ziet aan mijn gezicht. Andres is wel nog iets gaan drinken, want die had daar nog zin in en dat is perfect oké natuurlijk. Maar ja, het was een heel leuke eerste dag. Het weer was ook wel best oké vandaag. Zeker in het zonnetje was het echt zalig. Ik denk dat we ook allemaal wel een beetje verbrand zijn. Andres ook is heel verbrand. Maar het eten vanavond was ook oké. En ja... Ik zeg het, het was een leuke eerste dag, maar heel vermoeiend en ik ga echt blij zijn. Ik heb ook echt wel een beetje hoofdpijn eigenlijk. Dus ja, ik zeg het, ik ga blij zijn als ik speed gewoon slaap. En ik ben morgen net iets beter kan voelen, want vandaag had ik ook echt nog wel wat last van de buikpijn. Het zijn eigenlijk echt ja, een beetje gelijk de naweeën die je na je bevalling hebt. Die ervoor zorgen dat de baarmoeder krimpt. Dat gebeurt nu ook. Dus die moet terug naar de normale grootte. Dus ja, dat gebeurt ook daardoor. Hè. Dus dat is iets minder fijn, maar hoort er gewoon allemaal bij. Dus. Maar anyway, ik heb net mijn skin booster nog gedronken. Ik ga nu, ja, ik zeg het, mij in bedje liggen en slapen. Slaap wel allemaal en tot morgen. Waarom?
naar boven, dat is echt mooi. Wauw. En hier zijn we in het centrum van Malaga. Het is al onze laatste avond hier in Spanje. Tijd is weer echt snel gegaan. Maar de afgelopen dagen hebben we ons wel echt geamuseerd. We hebben echt veel gedaan. Van morgens tot 's avonds. Onszelf echt geamuseerd. We hebben echt veel gewandeld geweest. Ook. Veel gewandeld. Veel geshopt. Veel geshopt. Veel gegeten. Maar vooral ons veel geamuseerd. Ja. Dus het is wel echt leuk. Vanavond gaan we nog... we gaan speed binnen... 20 minuutjes vertrekken we met iedereen. Gaan we nog iets eten in een strandbar ergens. Allee, zo... Ja, is dat een strandbar? Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval aan het water, aan het strand. De kanaal? Nee, niet de kanaal. De rest was daar gisteren al geweest, gisterenmiddag. En het was daar blijkbaar wel echt heel leuk en heel goed. Dus gaan we daar nu met z'n allen nog naartoe. Dus ja, gaat wel leuk worden. En dan morgen vertrekken we... We hebben hier morgen wel ook nog een hele dag. Ik weet eigenlijk alleen niet zo goed wat we morgen gaan doen hier. Ook niet, Babi. Dingen. Omdat wij pas om 6:30 opstijgen. Maar dat wil dus zeggen dat we tegen 5:30 op de luchthaven moeten zijn. Maar dat wij hier dus wel echt nog een hele dag tijd hebben om nog dingen te doen. Maar hier waar we zitten, in Tormolinos zelf, daar zijn we van de morgen geweest, deze voormiddag. En dat was niet zo'n vette, hè. Dus we waren echt zo naar het centrum geweest. Met alle winkels en dingen en zo. Maar dat was eigenlijk echt niet zo de moeite, vonden wij. Of toch hetgeen van wat wij gezien hebben, vonden we niet zo heel erg de moeite. Allee, wel leuke... Mooie straatjes en zo, maar niet qua winkels of qua beleving of zo, dat er echt van alles was. Dus moeten we nog eens even nadenken wat we morgen gaan doen. Omdat we dan natuurlijk onze valies hier gaan laten staan. En die dan nog moeten komen ophalen om naar het vliegveld te gaan en zo. Dus ook qua taxi of qua dingen moeten we dan ook nog een beetje kijken hoe of wat. Maar ja, dat gaan we nog wel afwachten. We hebben er in ieder geval wel van genoten om even ertussenuit te zijn. Maar we missen onze baby wel echt hard. Zeker Andres ook. Mm-hmm. Ja, ja. Yes. Hij wil haar morgenavond nog gaan halen. Maar ik vind dat zo zielig voor haar dat ze dan wakker moet worden en nog met ons mee naar huis moet gaan en zo. En, want ja, we landen pas rond 9:00 of zo. Dus tegen dat we dan bij haar zijn... Dat is echt te zielig. Kunnen we haar beter zaterdag voormiddag gaan halen. Dus dat gaan we nog een beetje zien en afwachten. Dus ja, ik neem die nog mee in onze laatste avond en laatste dag morgen. En dan gaan wij terug naar huis. Onze aanwinsten. Allee, van mij en Mialou. Die van Andres steken allemaal weg. Maar het is onze shopping aanwinsten van deze vakantie.
Voor mezelf heb ik een kleedje gekocht bij de Zara. Ik heb dit gekocht, want deze schoenen heb ik ook gekocht. De All Stars met een verhoogde heel, because I'm very small. En dan was het 20% korting op ondergoed. En ik heb deze in het zwart en dat zit wel heel heel goed. Ik draag die ook heel veel, dus moest ik die ook pakken van Andres. Voor mezelf heb ik ook dit. Het is van het merk van Selena Gomez, dacht ik. En ja, ik had een nieuwe dingen nodig. Dan twee wenkbrauwpotloodjes, want die waren hier 2 euro goedkoper als bij ons. Een lippenbalsem van de Rituals, want die van ons was op. Dus daarmee dat we er een nieuwe hebben gekocht. Dit kleedje heb ik gisteren al aangedaan. Gewoon gestreept van de Stradivarius met een kleine split vooraan. En dan, ja, dat is dus alles voor mij. En dan nog alles voor Mia Lutje. Dit heeft ze gekregen van Emma en Vince. Echt super cute. Hebben we laten maken. Echt heel, heel leuk. Een extra knuffeltje. Dan dit hoedje van de Zara. Want ja, haar hoedjes waren allemaal van vorige zomer. En die zijn te klein ondertussen, jammer genoeg. Maar ja, met goed weer moet haar hoofdje wel beschermd worden. En wit past op alles. Hier rekkertjes van die hele kleine, voor als we binnenkort iets kunnen doen met haar haar. Dat was allemaal in heel leuke kleurtjes, dus heb ik ook meegenomen. Dit van de Allee Hop, dat is wel een beetje gelijk de Flying Tiger bij ons. Zo'n borsteltje, echt cute. En dan de kleertjes ook nog. Eerst en vooral dit setje, echt mega mega schattig, met een bijpassend broekje. Van de Zara, heel heel leuk voor als het warmer wordt bij ons. Dit vond ik ook mega cute. Vooral dit shirtje vond ik echt heel heel leuk. En ja, in die felle kleurtjes, helemaal zomers gevoel. Dit salopetje, ook super cute. Echt heel heel mooie kleur ook. Voilà, en de achterkant ook van de Zara. En dan hier dit setje. Een jogging setje en dat is matching met Kobe, mijn medekindje, heeft hetzelfde setje in het blauw. Dus dat gaat echt cute zijn, maar ik denk wel echt dat dit nog groot is. Dat is zogezegd maat 80, maar dat is echt wel gigantisch. Dus daar gaat ze heel lang in kunnen. Maar voilà, dat zijn alle dingetjes die wij hebben gekocht. Andres heeft ook echt heel veel gekocht. Allee, heel veel. Echt wel redelijk wat dingetjes. Ik denk, als ik het goed zeg, dat dit, behalve die trui hier, al hetgeen wat eronder zit, dat hij dat allemaal nieuw heeft gekocht. Maar ja. You only live once, zeggen we dan. En soms moet je gewoon dingen doen waar je blij van wordt. En voor ons is dat iets. Wij gaan ook trouwens thuis echt onze kleerkast is volledig opkuisen. Dat was normaal de bedoeling om dat nog voor onze vakantie te doen. Maar ja, things happened en dat is er niet meer van gekomen. Maar we gaan dat wel echt doen, zodat alles gewoon opgeruimd is. En wij klaar zijn voor een nieuwe periode. Dus komt helemaal goed. Wij gaan ons klaarmaken, douchen, verder inpakken. En dan gaan wij hier stilletjes aan uitchecken. En dan gaan wij hier, denk ik, nog een beetje rondlopen of zo. En dan straks, allee, deze namiddag, naar het vliegveld en terugvliegen naar huis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
Hoi allemaal, we zijn de volgende ochtend. We zijn zaterdag, dus wij zijn gisteravond thuisgekomen en teruggekomen van Spanje. Mia Lucia ligt in bed voor haar ochtenddutje. En Andres is even naar de winkel een aantal dingetjes nog gaan halen. Het was super fijn om Mia Lou gisteren terug te zien. Ik ga even een theetje maken voor mezelf trouwens. Maar het was dus echt super leuk om Mia Lou terug te zien gisteravond. Want normaal gezien was de bedoeling dat we haar deze ochtend gingen halen. Maar Andres had dan gevraagd aan zijn mama of dat ze het zagen zitten om gisteravond al naar hier te komen. Dat ze dan ineens in haar bedje, eigen bedje kon liggen en dit en dat. En mega, mega leuk. Maar ze was dus nog wakker toen wij thuis kwamen. Dus dat was wel heel, heel tof. Ze was ook super blij om ons terug te zien. Dat was echt zo ontzettend schattig. En dat deed ons ook echt wel even goed om gewoon haar terug te kunnen knuffelen, haar terug te kunnen vastpakken. Dat was echt heel, heel fijn. Dus dat was wel heel leuk. We hebben haar wel tussen ons laten slapen deze nacht. Want toen we haar gisteravond in bed probeerden liggen, ging dat niet zo heel goed. Dus we hebben haar gewoon tussen ons laten liggen. Maar dat was wel heel leuk eigenlijk. Dus stiekem vonden wij dat ook wel heel tof. En wij gaan subiet rond 1 uur gaan we Filoetje halen. Die hebben wij ook wel heel erg gemist. Dat is echt wel raar dat hij hier niet rondloopt nu dat wij hier terug thuis zijn. Kikietje. Hey. Kiki heeft honger, maar haar eten was dus op. Dus hij is Andres eerst nog gaan halen. En ik ben nu even een theetje aan het maken voor mezelf. Kiki, zeg. Ik heb even een theetje gemaakt voor mezelf. Ik ga mij dan subiet ook even douchen en klaarmaken. Kiki, stop. Mijn geduld is nog steeds niet wat het moet zijn, maar dat is oké. Dus ik ga me subiet douchen en klaarmaken. Want dan gaan wij rond 1 uur Filoetje ophalen en daarna gaan we even langs de tennis om Andres en papa nog eens te zien. Allee, dat die Mia Lou ook nog eens kan zien, want dat is ook al eventjes geleden van voordat we vertrokken. Dus dat is het plan. En dan vanavond hebben we nog een celebration die we gaan doen. Dus komt goed. Drukke dag, drukke eerste dag. Morgen is ook een heel drukke dag. Dan moeten we gaan brunchen. Dus busy weekend, maar komt goed. Ik ben wel blij dat ik terug thuis ben. Het was fijn om even weg te zijn, maar het is ook wel heel fijn om gewoon terug hier te zijn. En om terug bij onze baby te zijn, vooral. Wij zijn terug met z'n allen samen. Ben je blij? Heel blij. Ja, ik ook.